De Vils hebben wat te vieren, want jullie hebben jullie debuutplaat uit. Ja, dat en klopt. En een eigen bier. Proficiat met beide. Dank je wel. Het eigen bier, ik vind het fantastisch. De Vils rock'n'roll bier van hoge goesting. Ja. Ik vraag mij af, hoe kom je erbij om je eigen bier te brouwen? Dat is begonnen heel simpel met toen we eigenlijk begonnen op te treden, 4 jaar geleden ongeveer. Heel dikwijls kregen we dan zo'n 4 of 5 bonnetjes en dan moest je daar om 6 uur al aanwezig zijn. En tegen 10 uur had je nog meer dorst en je kon niet veel drinken. Nou, waren die bonnetjes al op? Voilà, inderdaad. En dan hebben we eigenlijk zo op het idee gekomen, we hadden dan zo van bepaalde merken bier, zo van die thuistapvatjes, onze eigen sticker daarop en dan zo. En dan delen we dat aan het publiek uit en dat had wel zijn dingen. En dan op een gegeven moment zo onder één beef, ja, misschien moeten we zelf bier laten brouwen dan. En dan hadden we bij ons in de buurt een klein brouwerij gevonden en die heeft dat dan voor ons gedaan. Oké, dus dat is echt jullie eigen bier. Ja, en we hebben dat laten samenstellen. En dan, wel met behulp van een brouwer, want ik ken daar meer van. Want dan moet je zo kiezen, ga ik meer voor de houtsmaak of whatever? Ik ken er niks van, maar moeten jullie dan kiezen? Die heeft ons eigenlijk gewoon laten proeven en we vonden dat goed. Ja. Dus die hebben we daar veel over. Veel wetenschap was, die was eigenlijk op een middag op een lege maag daar naartoe. En dan, als mijn vader was er toen ook. Aha, belangrijke factor. Kenner. En dan was dat zo, proef deze en deze. En dan na 4, 5 was dat al proef deze. Ja. En is het een zwaar bier of is het eentje om op uit te gaan? Zwaar eigenlijk. 7,5 graad ongeveer. Vergelijkbaar met? Ik ken niet zoveel van bier. Ze hebben al wat namen van... gisteren gingen een paar mensen die Chimay zeiden. En, oeh, dat is wel zwaar. Ja, Opus. Het is 7,5 graad, dus Chimay is nog zwaarder eigenlijk. Ja, maar van smaak zo. Ja. En ja, het is zoethout zit erin, sinaasappelschil en koriander, denk ik. Ja. Wat, koriander? Ja. Maar ermee, het gaat zo heel goed binnen, maar je wordt er heel zat goed. Ja. Ja. Een beetje genepig. Ja. En jullie hebben onlangs ook een releaseavond gedaan met veel van jullie eigen bier en het debuutalbum. Het heet trouwens gewoon De Vils, hè? Ja. Je mag dat maar 1 keer in je carrière doen, een titeloos album. Ja, ik weet het, maar dat was... Hallo, schrik. Ja, ik wist dat, maar dat was eigenlijk voor de gemakkelijkheid. Nu, we hadden al zoveel dingen rond onze kop, want we hebben dan heel veel, bijna alles zelf georganiseerd. En om dan nog een titel te zoeken, zeggen we doen deze gewoon self-titled en dan komt dat wel in. Dat is moeilijk, hè, titels zoeken. Ja. Vind je dat ook moeilijk voor songs? Dat valt mee. Gewoon de zin uit een tekst pakken. De zin uit een tekst. Ja. Soms heb ik zo wel eens iets van, ik ga het zo doen of zo doen. Ja. Maar voor de rest is dat meestal zin uit een tekst. Ja, jullie hadden massa's nummers om van te kiezen en uiteindelijk zijn er 10 op die plaat gekomen. Ja. Hoe maak je dan een selectie? Dat is eigenlijk over 4 jaar heel veel nummers gemaakt. En dan gewoon waar we het beste gevoel zelf bij hadden. Daaruit gekozen samen met mensen die ons helpen met productie en zo. En dan gewoon eigenlijk heel natuurlijk een keuze gemaakt van dat voelt niet goed, dat wel. En dan maar niet bijvoorbeeld aan buitenstaanders, ik zeg maar iets, jullie familie of jullie paas of zo die mee mogen kiezen? Ja, de ouders die vinden alles goed, ik zal het zeggen. Ja, daar kunnen we niet over. Dus we hebben zelf wel, we hebben ook vooral de nieuwere nummers gekozen, die zijn iets volwassener, zal ik zeggen. De oude die zijn in het begin beginnen altijd simpel. Hè. En de latere nummers zijn in ons oude stukken beter. Ja. En daarmee hebben we die keuze gemaakt. Die hebben al altijd heel veel invloed gehad op muziek. En ook met dat bier zelf ook. Ik zou zeggen, proef misschien eens of zo. Ze hebben hier al iets voor klaar. Echt? Wauw. Oké, in een chimeglas, dat kan je omdraaien. Ja. Het is in zo'n glas als het moet geschenken, normaal gezien. Dus, ja, het gaat goed binnen. Ja, lekker. Ja. Ik ben ook blij dat ik de koriander niet proef, want daar ben ik niet zo fan van. Maar... School en mannen. Ja, school. Ja, het zijn een van de laatste. Want, echt waar? Ja, er is al een nieuwe bestelling onderweg, want dit zijn de laatste flesjes van deze levering. Oké, wat een eer. Fantastisch. Maar jullie spelen 70s, blues... smerige... Zitsige rock and roll. Rock and roll, inderdaad. Maar hoe komen zo'n jonge gasten daarop om dat te spelen? Een beetje van de ouders en ik weet niet. Gewoon, dat is muziek dat je gereden hoort. Ja. Ja, dat is van bekken van jongs af aan. Dat je daar zo wat inrolt, zo wat, denk ik. Ja, het was een beetje toeval dat we elkaar daar zo in gevonden hebben. Ja. Zij speelden al samen in een groep. Ja. Ik speelde in een andere groep dan. En dan kwam met mijn broer dan iets doen.
En ja, bij ons is dat in de pap, met de paplabel meegegeven, ja. Die muziek. Ja, en ja, ja. Direct Lexie erbij en dat klikt. En ja, heel ja. Natuurlijk eigenlijk. Wat ja. Zijn zo de vinylplaten die bij jullie ouders in de kast staan? Wel de pa. De Doors. De Doors, Led Zeppelin. Ja, die heeft hem ook, ik weet niet wat er nog heeft liggen. Ik moet nog eens kijken. Deep Purple. Heb je nog een platenspeler? Ja, 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 we hebben een nieuwe gekocht. Ah, ja. Ja. Was kapot, dus we hebben een nieuwe moeten kopen. Dus jullie gaan echt nog vinylplaten beluisteren ook? Wow, dat doe je niet echt. Ik wel. Ga, jij wel? Nog ik wel. Ik heb nog. Jij doet dat nog veel, maar ja. Bij mij is het cd'tjes gewoon ja. In de auto. Het is gemakkelijk. Ja. Nu, zo, als het zo de warme zomerdag is, schuift Europa de plaat op, is dat wel eens leuk om te doen. Ja. Maar ik moet daar tijd voor maken. Geen iPods voor jullie op shuffle? Ik heb een MP3. MP3. Een iPod. Cool. Een iPod heb ik niet. Die al 5 keer in de wasmachine. Ja, die werkt wel goed. Oké. Op die manier. En staan er ook zo nummers op dat mensen helemaal niet met jullie zouden associëren? Misschien. Ja, ja, bij mij wel. Oké. Bij mij heel veel. Laat horen. Was dat, ja. Metal. Ja, daar staat wel van tijd zo wat heel zware metal op, ja. Ja. Noemen ze wat namen? Veel Mastodon en Gojira. Oké. Okay. En Metallica. Ja. Dat staat er wel. Dat is wel toegankelijke metal eigenlijk. Ja. Dat is heel grappig in de repetities. Het is een deur, dan wordt dat zo. Dan wisselen we van instrumenten. Ja. Dan proberen we eens. Ja, oké. Okay. Jullie hebben ook voor de albumhoes van jullie debuutalbum een heel speciale fotoshoot gedaan in een slachthuis. En iets met worsten en een naaktmodel. Ja, inderdaad. Ik heb op jullie site inderdaad wel zo wat flarden gezien van het naaktmodel. Ja, waarom die setting? Wel heel simpel, Lexie wou gewoon een blote vrouw op de hoes. Omdat dat goed... Terecht. Seks zelfs. Seks zelfs. Nu, wat is er wel iets van... Er moet iets meer achter zitten. En, achter zitten. Allee, voor zitten. Maar we hebben dan zo wat op zoek gegaan en dan uiteindelijk tot het idee kwam van een beetje naar Van Vlees en Bloed. Zo, de introductie, het filmpje. Zo. Ja? En op die manier wilden we zo wel iets doen met op foto te krijgen. Ja. En dan heeft de fotograaf voormiddag met het model dan wat foto's getrokken voor de hoes. En in de namiddag hebben ze dan ons losgelaten in die slagerij en dan zo wat. Foto's met worsten en van die karkassen. Ja, tussen karkassen ook. Het was zeker niet de bedoeling om daar zoiets luguber van te maken. Het moest een beetje kunstzinnig met een knipoog worden, zal ik zeggen. Okay. Iets opvallend, hè? Of dat je dan iets schoon vindt of niet. Ja, zwaar. Merk dat wel op. Er wordt over gesproken. Ja, absoluut. Zeker. En dat naaktmodel, moesten jullie haar betalen of deed ze het vrijwillig? Het was een vriendendienst. Ja. Ja. Oei, een vriendendienst. Maar niet op die manier. Niet op die manier. Ja, maar een heel belangrijk detail. Jullie plaat is geproduceerd door Monsieur Paul, de lange Paul van Triggerfinger. Lijkt me een evidente keuze. Qua ingesteldheid. Ja, in muziek qua, bedoeld. Qua rock en roll, qua stijl, ja. Ja, toch wel. Was een evidente keuze. In de ene manier, maar op de andere manier was het ook wel zo van... Voor ons een heel speciaal moment. Zo. Allee, speciaal. Het was leuk om echt met iemand te werken die een tijd, zal ik zeggen, heeft meegemaakt. Zo. Ja. We hebben niet zozeer in ons nummer zelf, maar qua geluid naar versterkers. En je sprak altijd over de groove in een nummer. De groove. En de groove moest goed zitten. Het moest niet altijd perfect op de klik, maar de groove algemeen van het nummer moest goed zitten. En dat was heel leuk. En op de deur, in het begin hadden we zoiets van, we snappen het niet allemaal heel goed, maar op de deur dan voelde dat we snappen wat dat dan bedoelt. Ja, want het lijkt mij moeilijk, jullie zijn een heel straffe liveband, om die live vettige sound, zou ik maar zeggen, op een album te zetten. Ja. En daar is hij wel in geslaagd. We hopen dat toch, hè. Ja. Wij persoonlijk vinden van wel. Nu, er zijn wel wat verschillen. We hebben op de plaat hier en daar een Hammond-orgel. Ja, een extra gitaar en, zo. Een orgel? Ja. Ja. Allee, dat heeft hij dan wel gedaan. Ja. Ja. Maar, heeft dat ook ingespeeld? Ja, hij heeft ook mijn gitaarstukjes erop. Ja, er zitten allemaal kleine versieringsjes en percussiedingetjes. Ja. Dat heeft hem zo wel allemaal wat mee erop gezet. We hebben het basis rauwe gehouden. En dan daar hier en daar, niet bij alle nummers, bij sommigen iets bij opgedaan. Om toch een verschil in de plaat te hebben. Naar buiten toe ook, is altijd leuk om zoiets extra te hebben. Ja. Maar het is wel de bedoeling als de mensen dat horen en ze komen aan een liveshow zien, dat ze op de liveshow wel achterover geblazen worden. Dat rauwe van in de plaat, die basis, dat spelen we live veel verder uit. Ja. En dat wordt heel maar je gaat live geen
orgel gebruiken nee. dan? Nee, nee. We hebben met drie begonnen en we gaan met drie ook. Geen plaats meer in de auto. Nee, nee. Dus geen plaats meer. Ja. Mijn kamer ook niet. Is het dan een pure logistieke keuze dat jullie een trio zijn? Of is dat echt wel... Dat is van in het begin zo gewoon begonnen met drie. En dat is niet nodig om meer... Je kunt denken van ja, een extra gitarist of een orgel, dat zou tof zijn, maar... Dat is totaal niet noodzakelijk. Het is een heel uitdaging om verder te geraken met minder mensen. Omdat je dan soms misschien wat meer dingen moet doen. Allee, ik speel soms ook mondharmonica en dan kan je een bepaald aantal nummers. Ja. Dat is dan hands-free, zal ik zeggen. Dat is een Neil Young-stijl. Ja, maar we hebben niet zoiets. We hebben op een statief met een stofzuigermond en daar een mondharmonica. Dat is leuk om dan zo zelf met zo weinig mogelijk mensen naar een volgend level eigenlijk te geraken in hun muziek. Ja. En dan willen we zoveel mogelijk uitbuiten en eigenlijk verder zetten. We willen er niet iemand bij, want dan moet hij weer ingewerkt worden. En hij heeft misschien een ander idee van de muziek. Dat zijn er te veel meningen. En wie zijn zo de trio's waar jullie naar opkijken? Trio's? Cream vooral. Cream? Ja, Cream. Ja. Just, daar is Pollo ook fan van, hè? Ja. En van Triggerfinger ook. Dat gaan we niet onder stoelen of banken steken. Ja. Voor de rest? Trio's? Is dat zijn ja, trio's? Die Wolfmother was vroeger een trio. Ja. Die was toen we begonnen zijn die een hele grote invloed geweest. Dat vind ik heel goed, bijvoorbeeld. Ja. Vooral de eerste CD, dat is mijn favoriet. Ja, die zullen het zo wel zijn, zal ik zeggen. Ja. Van trio's. Wat is het grootste festival dat jullie al gedaan hebben? Bluespeer. Bluespeer en Maanderen. Dat was ook een grote. Bluespeer is echt een old school festival. Dat was heel leuk. Dat is ook wel een ouder publiek, hè? Ja, dat is waar. Het gaat zijn afspanning van achter en daar ze konden met stoeltjes. Ja, ze zaten zo oude mensen met stoeltjes. Dat is echt heel grappig. Nee, dat was eigenlijk een beetje. In het begin had ik daar zo wel wat mijn bedenkingen niet, maar zo. Schrik dat we dat niet te hard waren. Ja, dat we te hard gingen zijn. Ja. Maar dan langs de andere kant, daarvoor had Triggerfinger daar dan gestaan. En dat is zo van, als die dat kunnen, dan kunnen wij dat ook wel. En eigenlijk, de reacties waren goed. Hier en daar, zo wat reviews dat we gelezen hadden, van ja, dat hoort hier niet thuis, dat hoort op Groesrock thuis. Maar dan denk ik, die mensen kennen er dan toch wel niet zoveel van. Maar over het algemeen waren het wel heel goede reacties. Ja. Ik denk dat het overgrote deel van dat publiek ook wel nood heeft aan zo af en toe iets anders, omdat blues heel standaard altijd is. En als er dan zo iets, een beetje andere wind doorblaast, is dat wel eens leuk. Ja, en bij blues, dat zijn ze ook... ellenlange jams. Ja, dat is ook al dezelfde indeling. Ja. Een 12 maten blues. We proberen daar wel zo wat een hoek aan te geven. Ja. Blues met een hoek af. Fantastisch. Ik voel dat er jullie nog een grootse toekomst te wachten staat. dank u. En ik wens jullie daar heel veel succes mee. En ook met biertje, ik zou nog eens zeggen. Ja, je mag die meepakken. School, hè. Merci, hè. Alsjeblieft.